Moet je nou zien. Dit vertelt alles. Zo, goed dat je kijkt. Hier Mario Maas uit het Mariniersmuseum Rotterdam. Vandaag ga ik het hebben over misschien wel het meest bijzondere voorwerp in het Mariniersmuseum en hoe jij daar een toffe vlog over kan maken voor de Ticket Talk Challenge. Kijk, eigenlijk is het redelijk simpel. Voor de Ticket Talk Challenge moet een museumkid zoals jij een vlog maken over iets uit een museum wat je best wel vet vindt. Een soort pronkstuk. Maar wat is nou precies een pronkstuk? Eigenlijk is een pronkstuk zoiets dat je ernaar kijkt en dat je denkt, nice. Klaar voor het pronkstuk van het Mariniersmuseum? Kom mee. Ja, dit is hem. Tja, moet je nou zien. Het vertelt alles. Ik kan eigenlijk maar één ding zeggen. Nice. Oeh, wacht. Best wel vet, hè? Dit is dus het vaandel van het Corps Mariniers. Maar waarvoor gebruik je zo'n ding eigenlijk? Vaandels en vlaggen worden al extreem lang gebruikt wanneer legers tegen elkaar ten strijde trekken. Het voordeel van een vlag of vaandel was dat je deze altijd makkelijk kon zien in de chaos van een veldslag. Zo konden soldaten tijdens het knokken goed in de gaten houden waar hun leider zich bevond en of ze aan het winnen waren. Bovendien werkte het extra motiverend om je eigen vlag te zien. Daarbij probeerde je natuurlijk de vlag van de vijand te veroveren, zodat hun zin om te vechten snel verdween. Eigenlijk werkte het dus net als bij Stratego. Bescherm je eigen vlag en verover die van je tegenstander. Tegenwoordig heeft een vaandel vooral een symbolische waarde. Een vaandel kun je eigenlijk zien als het hart van een legeronderdeel. Zo moeten nieuwe mariniers een speciale eed afleggen om toe te treden tot het korps. Hierbij houden ze allemaal dezelfde hoek van het vaandel vast en staan dus rechtstreeks in verbinding met al hun voorgangers. Naast de mooie versieringen kun je op het korpsvaandel zogenaamde wapenfeiten zien. Dit zijn plaatsen waar mariniers vroeger belangrijke en gevaarlijke missies hebben uitgevoerd. Een extra vet detail van het korpsvaandel is de militaire Willemsorde. Deze medaille ontvang je alleen wanneer je iets heel dappers hebt gedaan. Weet jij waarom de mariniers er een gekregen hebben? Heb jij nou ook net zitten slapen tijdens die uitleg over vlaggen en vaandels? Geen probleem! Download gewoon het speakbriefje. Super easy, kan je gewoon gebruiken als basis voor jouw vaandelontwerp. Denk je nou, ik vind dit ook nog een beetje lastig? Kleurplaatje, ook aan gedacht. Downloaden, inkleuren en zo wordt zelfs voor jou de Ticket Talk Challenge een eitje. Oké, dus eigenlijk is het heel simpel. Ontwerp je eigen vaandel met erop zaken waarop je trots bent. Daarover maak je een vlog en zo doe je mee aan de Ticket Talk Challenge. Hiermee kan je overigens een heel tof speltje winnen, waarvan iedereen sowieso gaat zeggen, nice. Succes met jullie vaandels!